Nou, cheers. Als cheers, ik man. Het niet overleef, jongens. Ik kan er niet op bijten. Yo kijkers van DDG, welkom bij de Asian Food Challenge met Dodo en Vince. Oh yeah! Jullie kennen misschien het concept van Smosh, lunchtime met Smosh, dat is allemaal rare shit eten. En wij waren eigenlijk gewoon op zoek naar lekker eten, ja. Lunch, maar we kwamen alleen maar rare shit tegen. En we zijn dus een Asian market ingegaan en hebben daar de vier gekste dingen gepakt die we konden vinden. Ja, want we kunnen niet eens de namen uitspreken en bij sommige dingen denk ik echt zo van... Wat kan het zijn? Dus het gaat echt een verrassing worden. We hebben de items, als het goed is, zie je die nu in beeld. Dat zijn de items die we gekocht hebben. Ja, het ziet er heerlijk uit. Ja, wie weet. Ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Heb je trek? Ik heb best wel trek. Alright, dan gaan we de eerste openmaken. Okay. We beginnen met de Every Burger hamburger. Ja, dit is volgens mij een van de enige met een Engelse naam. En daar liggen nog een paar. Ja, ja. Ja, want sommige merken die ken je, maar dan heb je nooit die uitvoering. Nou, dat gezien. Het zijn dus hamburgertjes. Wat we van moeten verwachten, deze is voor jou, maak hem maar open. Wat? Wat is dit? Moet je kijken. Wat het zijn allemaal kleine hamburgers, mini hamburgertjes ofzo? Oh, met shit. Chocolade in. Wow. Cheers, op de week in LA. Let's do it. Wat is het met zo'n koffie? Nou, zwaar, ja. Fucking weird. Het smaakt naar koffie. Of mokka? Ja, man. I don't know. Tiramisu? Ja, ja, ja. Ja, dat is het, ja. Het is tiramisu voor de mensen die het niet kennen. Een Italiaans dessert in een burgerformaat. Ja, met suiker. Heel veel suiker. Heel veel suiker, echt. Je moet het natuurlijk wel een cijfer geven. Ja, hoe gaan we het meten? Ik denk dat we voor deze Vaco kippen gaan gebruiken. Kippen? Kippen uit de 10? Uit de 10. Oké. Dus Wouter, hoeveel Vaco kippen uit de 10 geef je deze... Tiramisu mini chocolade suikerhamburgertjes. Ik geef het. Ik vond het lekker ruiken. Ik vond het ruiken als een 8, maar het was een 5,4. Mijn verwachtingen waren laag. En toen ik het op had, had ik ook wel zoiets van: wauw, wat is het? Maar de nasmaak maakt alles op zich wel weer goed. Ja. En ik ben sowieso een fan van tiramisu. En van kippen. En van kippen. Dus ik geef het gewoon 7 vaco kippen. Ja. Nou, het tweede product is iets wat we wel kennen. Tenminste, we kennen de naam, het is Oreos. Maar het is heel raar, want ze zijn groen en de stukjes zitten erin en... Waarom is het groen? Ik weet het niet, maar het is echt onheilspellend. Het is... Laten we kijken. Wow. Ja. Yeah. Klein, lijkt een beetje op een mini KitKat. Het lijkt op een slot wel. Het is natuurlijk wel van Oreo en ik ben wel fan van de Oreos. Wat raar! Ik ken het niet. Iets met witte chocola. Zoiets. Ja. En groen. Groen. Cheers, man. Oké. Okay. Oh, fuck. Nee, dit is echt niet lekker. Het smaakt wow. Het smaakt ja. Ik kreeg net die smaak en toen jij het zei, kreeg ik... Oh, ik kreeg een traan in mijn... Godverdomme. Dit is echt... Waar fuck? Hebben we een bak of zo? Ja. Dit is echt een vies, jongen. Nou, dat was lekker. Geweldig. Hoeveel tequila shotjes van Ronald geef jij deze? Heerlijke Oreo. Echt waar, ik geef de originele Oreo zou ik een 9 geven. Sowieso. Dit wordt toch echt een fucking 3 shotjes tequila. Ja, ik vind het zo nasty. Als je 3 shotjes tequila hebt, dan voel je jezelf net al een beetje misselijk worden. En ja. Maar dit is nog erger dan ja. Dit was misschien echt zelfs al 4. Ja, ik vond het ook echt niet lekker. Maar dan moet ik zeggen dan... Ja, ik moet natuurlijk wel in mijn rating blijven van dat ik de vorige 5,5 heb gegeven. En als de vorige 5,5 was, dan was dit echt een 2. twee tequila shotjes van Ronald. Nou, ik denk dat iedereen wel Pocky kent. Yep. Of... Ja, dat is van met normale chocola. Ja. Gewoon van die stokjes die je dan kan eten. En net als bij de Oreos heeft deze ook een groene vibe eroverheen gekregen. En wat is dat? Want alles in die winkel was groen. Ik denk dat is groen. Oreo is groen. Ik denk dat het een beetje een oriental feel geeft ofzo, weet je wel. Een beetje een oosters gevoel eraan. Een pokkie voor jou, Wouter. Oh, lekker man. Het lijkt gewoon op een stokje waar gewoon... Of iemand het in zijn neus heeft gestoken, weet je wel. Flink heeft geroerd en ruikt inderdaad op het gewoon groen. En die vrouw had wel een hele schone neus bij de kassa, dus wie weet. Ja. En god. Ja, god. Cheers.
Man, dit is echt vies. Nee, ik zweer, dit is echt vies. Dit is echt... Wow! Maar wat is het? Ik weet het niet. Dude, dit is echt vies. Ik kan het ook nergens mee vergelijken. Nee, ook niet. Echt. Het doet me denken aan planten. Dit is echt. Gast, die nasmaak heeft gewoon iets met knoflook op. Nee. Jawel. Nee, ik vind het echt nasty. Ik ga het echt niet verder eten, ouwe. Ik weet echt. Het doet me denken aan dat je zo'n tuin binnen gaat. Met allemaal bloemen. En dat je dan al die bloemen zo zou pakken en eten. En gewoon vol in je gezicht. Ja, en daar smaakt het een beetje aan. En is dit de bamboe? Want is het stokje wel lekker? Of is het juist stokje? Misschien is het stokje. Nee, het stokje is een beetje normaal van. Whatever. Ik ga definitely voor één Vincent slok. En dan echt een halve eentje die gewoon net op het gezicht staat. Dat is een vieze. Nee, ik vind het echt heel vies. Ik ga echt voor de één vieze Vincent slok. Eén vieze Vincent slok. I don't know, ik vond het wel echt smerig. Maar ik vond die vorige ook super smerig. Ja. Dus in dat opzicht zou ik ze denk ik hetzelfde geven. Twee vieze of twee Vincent snorren. Ja. Uit de 10. En dan nu als laatste de wildcard. En waarom is het een wildcard? Omdat we geen idee hebben wat het is. Geen idee. Het kan echt alles zijn. En het valt ook weer op dat het wederom een groene verpakking is. Alles is groen hier in LA. En ja. Oh, het zijn allemaal losse verpakkingen. Oké. Okay. Make it rain! Make it rain! Green! Oké, okay, nou kies er één in de hele hotelkamer. Okay. Als ik het niet overleef, jongens. Ik kan er niet op bijten. Ik zweer het! Wow. Godverdamme. Dit smaakt naar vissen, ouwe. Ja, dat is het. Oh. Godverdomme. Oh, dit is echt. Ja, ik wil weten wat er binnen zit. Wat zit erin? Ben je nog bezig? Ja. Maar dat is echt heel vies. Ik kan er gewoon nog steeds niet doorheen bijten. Ik ben echt al een half uur aan het sabbelen. Fuck, ouwe. Dus, hoeveel katten van de VGV? Ik gok dat het... op een schaal van 10 tot min 2 zal het ongeveer op een min 2 zitten. Kunnen we in een min? Ja, je mag in een min. Dan ga ik echt voor min 2. Hè? Ik moet zeggen, het begin was heel eng. Ja. En toen had ik echt iets van, nou, dit is echt inderdaad een min 2. Maar nu ik het gewoon al de hele tijd in mijn mond heb en een beetje aan de vissmaak gewend ben, zou ik zeggen een 3. Ik vond het wel beter dan die 2 andere. Dus wat concluderen wij uit deze Asian food, Wouter? Dat als je naar Amerika gaat, ook kom je... ergens verdwaald in het Tokyo Aziatisch ding. Ja. Bestel alsnog hamburgers, want dat is het enige wat je hier dan lekker kan eten. En vermijd de groene verpakkingen, ja. Want dat is bound to be nasty as fuck. Heel erg. Jongens, vond je dit nou een vette video? Het is de eerste of een van de eerste van LA. Doe even een duimpje omhoog, we vinden dat super tof als je dat doet. Check ook zeker even Vince zijn kanaal, die staat in de beschrijving. Je doet ook allemaal challenges en zo. Ja, onder andere. Ja, en zijn kanaal natuurlijk, Dodo Games. Yes, dan kan je ook gewoon beneden vinden. En ja, vlogs en alles bij. Wij doen het! Wij doen het! Vergeet niet te abonneren op Dusdanig Games. En we zien jullie volgende keer weer. Wij gaan LA in. Ciao!